Je bent... Goedemorgen, dames en heren. Fijn dat u gekomen bent naar het webinar over digitale transformatie. Fijn dat u het slechte weer heeft moeten trotseren. Nou ja, dat is dan weer een voordeel, hè? Als we allemaal binnen moeten zitten, dat we lekker droog blijven. En in ieder geval fijn dat u er bent. Ik wil eerst even beginnen met een mededeling van huishoudelijke aard. Mocht u mij nou niet kunnen zien, en dat vindt u wellicht helemaal niet erg, dan wil ik u aanraden het beeld op fullscreen te zetten. En dan ziet u niet alleen de presentatie in beeld, maar dan ziet u mij ook praten. En als dat gelukt is, dan begin ik met mijn presentatie. Het komende uur gaan Anand en ik jullie meenemen in de wereld van digitale transformatie. Dat is natuurlijk een zeer actueel thema. Nu coronacrisis een alle hevigheid is losgebarsten, maar waar we nu midden in de tweede golf zitten. Ik zal wat meer vertellen over algemene trends. Wat is digitale transformatie eigenlijk? Ik zal daarbij langzaam ook een zijstapje maken naar digitale innovatie. En hoe je als stichting aan digitale innovatie kunt doen. En Anand zal meer inzoomen op de rol van PI's, digitale transformatie in relatie tot de global partners in het zuiden, of de partners in het zuiden. En als we het hebben over digitale transformatie, wat een enorm containerbegrip is, waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk? Veel bedrijven en organisaties zien digitale transformatie als een van de grootste uitdagingen in de komende tijd. Natuurlijk is dat ook gevoed door corona. Maar dan is wel belangrijk om te weten wat digitale transformatie inhoudt. Want er zijn nog heel veel bedrijven waar miljarden dollars verloren gaan omdat pogingen tot digitale transformatie mislukken. Daarom is het belangrijk om eerst om de definitie scherper te krijgen, is het daarom ook belangrijk om te weten wat is digitale transformatie in ieder geval. Ja, dag mensen. We hebben volgens mij even een klein technisch probleem. Paul die is stilgevallen. Eén moment. Ik denk dat hij op dit moment opnieuw aan het inloggen is. Want ik zie hem niet meer op het scherm. Dank voor uw geduld. Goed, even een technische interruptie. Ik ga het woord geven aan Anand. Ik begin op een ander moment in de presentatie, dus ik ga even een stukje verder in de presentatie. Dankjewel, Ernst-Jan. Ben jij online? Ja.
Ja, Ben, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hoor je mij? Ja. Ja, goedemorgen allemaal. Ook dit hoort bij digitale transformatie. Flexibiliteit in het programma en flexibiliteit als organisatie en flexibel kunnen omgaan als er technische storingen zijn. Ook in samenwerking met partners in de Global South zul je rekening moeten houden met zaken zoals connectiviteitsissues. Dus ook daar moeten we rekening mee houden als we het hebben over digitale transformatie. Ondertussen wacht ik even op Ernst Jans handeling om naar mijn deel van de presentatie te gaan. Het is niet zo dat het nou een volgordelijkheid kent. Paul en ik hebben beide een deel voorbereid. En ik zal nu mijn deel eerst doen. En Paul, als die straks zijn internetprobleem heeft opgelost, zal het dan vervolgens afronden. En dat is op zich geen probleem. Waar we het dan nu over zullen hebben is, wat kun je doen als organisatie met je partners in het zuiden? Of met je collega's in het zuiden, om het zo te zeggen. Ik zal Ernst Jan vragen om naar de volgende slide te gaan. En voordat ik begin, laat ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Anand Sjombar. Ik ben blij dat ik gevraagd ben door Partin Wilde Gansen om vandaag iets te mogen vertellen over digitale transformatie en de impact op het partnernetwerk in wat ik noem de Global South. Er zijn heel veel termen voor, zeg maar de Global South. Maar ik vind dat beter dan ontwikkelingslanden en dergelijke. In mijn visie is elk land een ontwikkelingsland. En kunnen we van elkaar leren en staat daar niet een ongelijkheid in. Als je kijkt naar digitale transformatie, en Paul begon net al met een scherpe definitie daarvan, dan raakt dat alles. Organisaties, technologie, processen, ons denkbeeld, waar we als mens technologie voor kunnen gebruiken. Als ik dat nu toespits op waar voor jullie zeg maar interessante aanknopingspunten kunnen liggen, dan kan dat zijn in de samenwerking met de projectpartners in de Global South. Mijn presentatie zal zich op drie dingen richten daarbij. En dat is, welke informatiebronnen kun je daarbij raadplegen als het gaat over internet en social media gebruik in de landen waar je als organisatie actief bent. Hoe kun je samenwerking meer vormgeven? En welke aandachtspunten komen daarbij? En Jan, de volgende slide. Ikzelf ben als onderzoeker docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb een achtergrond in ICT-advies geven aan non-profit organisaties, met name in het hoger onderwijs, gezondheidszorg en ook andere non-profits, overheid. Recent ben ik ook gepromoveerd in een onderzoek naar social media gebruik door ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Denk daarbij vooral aan de organisaties die lid zijn van PARTOS, dus de institutionele organisaties. En tijdens die onderzoeksactiviteiten kwam ik erachter dat er heel veel kennis te halen is, maar ook natuurlijk uit te zenden is, om het zo te zeggen, en te delen is met anderen. En ik ben blij dat Partin en Wilde Gansen mij dus ook gevraagd hebben om vandaag in een webinar daar deelgenoot van te maken, jullie daar deelgenoot van te maken. Mijn onderwerpen van onderzoek zijn ook vrij breed, maar dat komt ook door het feit dat dat ook heel veel in social media ook aan de orde komt. ICT for Development is een heel breed containerbegrip voor ICT in de context van internationale samenwerking. Ik kijk ook naar het gebruik van mobiele applicaties voor gezondheidszorg, e-health. Ik kijk natuurlijk naar social media, maar ik kijk ook naar het fenomeen digitale transformatie in de brede zin des woords. Ook wat het voor ondernemingen, overheid in Nederland betekent. En ik ben zelf ook een liefhebber van duurzame producten, met name chocolade. Mocht je meer willen weten over social media of deze onderwerpen, dan kun je mij volgen op Twitter of via de link van Facebook die hieronder gepresenteerd wordt. Volgende slide, Ernst-Jan. Social media, Paul zal dit verder straks toelichten, is een ding, om het zo te zeggen, een activiteit die door iedereen wel gebruikt wordt. Er zijn heel veel gebruikers. Als we naar Nederland kijken, dan zien we dat er heel veel platformen zijn, tools zijn die gebruikt worden. Bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook of YouTube, Instagram, LinkedIn, noem maar op.
Het gebruik is best groot en elk jaar neemt het toe. Ook soorten van gebruik, de mogelijkheden nemen ook toe. Dat betekent dus dat wij eigenlijk best wel al gewend zijn om social media in te zetten voor onze privéactiviteiten. Nu is de crux dat je als particulier initiatief het eigenlijk ook wel vrij goed kan inzetten voor jouw eigen organisatieactiviteiten. Maar je moet weten hoe dat anders is dan privégebruik en waar je dan op moet letten. En Jan, volgende slide. Om een beeld te krijgen van wat er gebeurt op het gebruik van social media in de wereld, heb ik een aantal bronnen geraadpleegd en die hier voor jullie neergezet. U ziet hier een aantal slides van een website dat gaat over dat gemaakt is door We Are Social en Hootsuite. Ik zou adviseren om deze website nog eens een keer na afloop van het webinar te raadplegen en te kijken wat het zegt over het land of de landen waar uw organisatie actief is. En interessant aan deze rapportages is dat ze ieder half jaar, tenminste ieder half jaar, geüpdate worden. Dus dat het ook een frisse blik op de zaken geeft in een bepaald land. In ieder geval een werelddeel. En we zien in het algemeen dat toch wel bijna 4 miljard mensen op deze planeet gebruik maken van internet, social media technologie en dat het nog steeds heel erg sterk groeit. Het is wel zo dat als we kijken over de continenten, dat het gebruik verschilt. Het is niet zo dat iedereen op social media zit. Wat wel gezegd kan worden is dat vaak achter een toestel, een social media toestel om het zo te zeggen, een smartphone of wat dan ook, meer mensen, meer dan één persoon, de informatie tot zich neemt. Telefoon delen gebeurt in vele delen van de wereld. En het is dus interessant om daarom ook gebruik te maken van social media, ondanks het feit dat je aan de gebruikscijfers ziet dat het nooit 100% is. Iets wat rechtsboven op deze slide ook naar boven komt, voorkomt, is zeg maar de manifestatie van een aantal platformen. Facebook is nog steeds de grootste, om het zo te zeggen. YouTube volgt daarna en zo zijn er nog een paar. Maar onderaan zijn het ook platformen die nog steeds heel veel gebruikers kennen, tot honderden miljoenen toe. Als je als organisatie gaat kijken welke platformen wil ik gebruiken om in de Global South, in de landen waar ik actief ben, iets te doen, blijf dan niet altijd alleen op Facebook zitten, maar ga ook naar welk ander platform in dat land prominent gebruikt wordt en voor welke activiteiten, zodat je daar ook op kunt zitten. Er zijn echt heel veel platformen en er zijn duizenden eigenlijk van die namen. Ik kan dat later schriftelijk nog even wat meer bronnen geven om te bekijken, maar ik heb in deze slides aan het eind ook nog een paar genoemd. We zien door corona overigens dat er een toename is van het gebruik van internet en sociale media. Niet alleen om informatie te krijgen, maar ook om elkaar te vinden als mens. En dat is interessant. Het is in die zin ook echt een social medium. We proberen sociaal contact te halen. En dat kan ook betekenen dat het in deze tijden het voor organisaties interessant is om ook na te gaan. Moeten we dan ook ons gedrag daarop aanpassen en nieuwe dingen uitproberen? Volgende slide graag. Als je kijkt naar social media over de wereld, volgens mij heb ik nog steeds dezelfde slide, Ensjan. Ja, dankjewel. Als je kijkt over de wereld, dan bevat het rapport waar ik net naar verwees ook een heel groot overzicht van landenrapporten. Zo kun je per land ook zien wat daar de situatie is. Ik heb hier bijvoorbeeld rechtsboven
een soort overzicht van Zambia gegeven. En daar staan ook de groeicijfers bij. Hoeveel mensen op internet zitten, hoeveel het toegenomen is, et cetera, wat men daarmee doet. En er zijn nog meer zaken die daarover bekend zijn. Wat ook interessant is om te melden, is dat je ook per land kunt zien of daar zaken plaatsvinden die het gebruik van internet of social media veranderen. Dat kan zijn dat er wetgeving is aangenomen, waardoor bijvoorbeeld mensen belasting moeten betalen voor het gebruik van social media. Of als ze als journalist daar actief zijn. En dat is ook wel een aandachtspunt. Sommige organisaties worden als media gekenmerkt door de lokale overheid. En moeten dan een soort belasting betalen. Dus allerlei zaken kunnen spelen waardoor het gebruik enerzijds belemmerd wordt, veranderd wordt. En daar kun je als organisatie ook wel mee te maken hebben als je op een situatie zit dat je aan informatievoorziening doet. Volgende slide graag. Tijdens mijn promotieonderzoek ben ik eigenlijk uitgekomen op een heel simpel model om social media te karakteriseren. Je kunt allerlei definities daarvoor vinden en die heb ik ook wel inderdaad gevonden en samengevat in een dissertatie. Maar als we het even plat slaan en wat het kan betekenen voor ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking, dan kan social media potentieel hebben voor het verbinden van mensen, het samenwerken, het delen en creëren van inhoud, content, of het vinden en het hergebruiken en het organiseren van dat materiaal. Met dit modelletje wil ik u zeg maar een handvat geven, waardoor je kunt zien wat kan social media voor mij zijn. Ik wil even niet toespitsen op het merk Facebook of het merk WhatsApp of welk ander product, maar met zo'n modelletje, zoals hier geïllustreerd, is het handiger om te kijken wat kan ik daarmee doen met mijn organisatie op dat platform en aan de hand daarvan besluiten welke activiteiten ik dan ga ontplooien. Volgende slide graag. Ik heb dit uitgewerkt voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Uit de literatuur is te halen dat ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties diverse strategieën hebben en die variëren van noodhulp, emergency assistance, in de kolom linksboven. En dan vanuit noodhulp dus, verdergaand naar gewone ontwikkelingssamenwerking, naar zeg maar als een soort politiek instrument, naar meer duurzaamheid, sustainability. En zelfs de activiteiten die verder gaan dan hulp. Waarbij je moet denken aan dat ook andere spelers in dat veld komen. Bedrijven komen daarin, sociale ondernemingen. En samen wordt dan gekeken wat voor activiteiten ontplooid kunnen worden. Als je dus die doelen van zo'n organisatie, development NGO, zet tegenover wat je kunt doen met social media. Verbinden, samenwerken, creëren van content of zoeken en hergebruiken, dan kun je daar dus een soort tabel mee maken en dan voor elke activiteit invullen wat je daarmee kan doen. Rechts staat een heel klein plaatje, maar als je op de link klikt, kom je uit op een blog waar dat verder toegelicht is. Ik heb dit dus uitgezocht voor allerlei geïnstitutionaliseerde organisaties, hoe ze daarmee kunnen omgaan en hoe ze dan hun strategie kunnen aanpassen en toespitsen op het, laat ik zeggen, beter gebruik van social media. Dit als inspiratiebron. Ik heb dit nu even ook gepakt als een voorbeeld om dan te kijken wat kunnen we dan als partnerorganisaties hiermee doen en stappen nemen die passen bij waar mijn organisatie staat. Volgende slide graag. Als we naar het eerste aandachtspunt van social media gebruik in de context van ontwikkelingssamenwerking kijken, verbinden, dan zijn dat een aantal voorbeelden te geven. Zo kan je bij noodhulp social media gebruiken om mensen te mobiliseren. Dat wordt heel regelmatig gedaan bij rampen, bijvoorbeeld aardbevingen of overstromingen. Dan worden mensen die in dat gebied zijn gevraagd om mee te helpen aan wat ze noemen crowdmapping. Dus het maken van kaarten, waardoor je de situatie op de grond actueel in beeld hebt. Dit is zeer belangrijk voor logistiek, want zo weet je waar je hulp kunt leveren en waar het niet meer mogelijk is of waar bijvoorbeeld een boot moet komen omdat het land onder water staat, et cetera.
Iets wat ook wel zinvol is om te vermelden bij verbinden is dat we zeker de afgelopen jaren zien dat er veel meer organisaties ontstaan zijn uit de diaspora. Uit de groep van mensen die zeg maar een band hebben met het land waar zij geboren en getogen zijn. Ik zelf kom uit Suriname en ben daar geboren en voel mij ook nog steeds verbonden als diaspora met dat land. Ik zal zeker ook iets voor dat land willen doen, overigens, of dat werelddeel. En zo zullen er meer organisaties zijn die social media gebruiken als diaspora-organisatie om contact te houden met het land waar men oorspronkelijk vandaan kwam en daar zaken te willen doen. Dus die organisaties zie je ook heel veel gebruik maken van social media. Er is bijvoorbeeld nu een project gaande en daar het linkje, dat heb ik ook in de presentatie opgenomen, van organisaties die actief zijn in Soedan en nu ook willen kijken wat ze in dat gebied doen. Het land was geteisterd door oorlogen, het is nu anders en de diaspora wil kijken hoe zij mee kunnen helpen aan de verdergaande ontwikkeling en opbouw naar vrede. Vaak kun je ook met dit soort activiteiten in contact komen met de lokale organisaties en ondernemers ter plekke die misschien ook iets kunnen betekenen. Volgende slide graag. Verbinden en samenwerken hangen samen. Ik kan het een niet loszien van het andere, maar vertrouwen bouwen is natuurlijk belangrijk. En vertrouwen bouwen als organisatie doe je ook met lokale organisaties samen te werken, met lokale mensen. Maar je kunt dus daar ook veel meer uithalen. Traditioneel wordt er vaak geld gehaald. Of gefundraised in, laat ik zeggen, in Nederland, in het Westen. Maar je kunt ook kijken wat je ter plekke kunt organiseren aan fundraising en crowdfunding of crowdsourcing. Daarbij moet je ook denken, het hoeft niet alleen maar te gaan over geld. Het kan ook gaan over faciliteiten die iemand beschikbaar kan stellen. Transportmiddelen, maar ook aan kennis. Het aanboren van kennis en het uitvoeren van activiteiten zijn bij uitstek zaken die lokaal zeer goed georganiseerd kunnen worden en ook passend zijn bij de activiteiten die je lokaal wil doen. Dat advies wil ik ook geven om daar ook te kijken hoe je die samenwerking ook vooral met social media verder kunt activeren. En als je dus lokaal wilt werven, is het belangrijk om te weten welke platformen, social media, worden het meest gebruikt in het gebied of het land waar je op dat moment actief bent. Volgende slide graag. Waar social media ook heel geschikt voor is, en daar zie ik ook ontzettend veel voorbeelden van, is om kennis te delen. We kunnen natuurlijk kijken naar bijvoorbeeld wat op het gebied van vrije tijdsbesteding gedaan wordt en waar bijvoorbeeld influencers in Instagram actief mee zijn en een verhaaltje vertellen over hun leven. Maar tegelijkertijd kunnen dat soort platformen ook een mooi platform zijn om een verhaal te vertellen over door de lokale community zelf, over hun belevenissen, maar ook over hun kennis. En vaak zie je dus dat kennis over landbouw, gezondheid, ondernemen, etc. gedeeld kan worden met kleine kennisclipjes. Als onderwijzer ben ik gewend dat we kennisclips maken, videocontent maken voor studenten. En hetzelfde kan ook in deze content gedaan worden. Mensen ter plekke kunnen dat zelf maken. Rechts staat een voorbeeld van een applicatie, Ogevost, en dat is gebruikt om met een klein programmaatje wat op een Android-telefoon draait, met een aantal knoppen, 4 knoppen geloof ik, content te maken, video, tekst, audio, en dat beschikbaar te stellen aan landbouwers. Dergelijke initiatieven zie je in heel veel landen. Je hoeft niet per se deze applicaties te gebruiken, er zijn meer programma's die dat kunnen. Maar ik geef daarmee aan dat lokaal content maken echt makkelijk kan, zonder veel toeters en bellen, maar echt heel veel impact kan hebben. Volgende slide. Het is niet zo dat je alleen zelf hoeft te maken. Er is heel veel materiaal al aanwezig. Het is alleen een kwestie van het kunnen vinden en het kunnen toepassen in de context waar je actief bent. In mijn onderzoek ben ik heel vaak tegengekomen dat er kennis aanwezig was, bijvoorbeeld over social media management in Vietnam, en dat die behoefte er ook was in Ecuador of in Kenia.
En dat er iets anders gemaakt was in Ecuador, wat heel goed gebruikt kon worden in Rwanda, of vice versa, enzovoorts. Social media, internet, geeft ons de mogelijkheid om te vinden en te hergebruiken. Uiteraard zal het vaker voorkomen dat het in het Engels geschreven is, terwijl je bijvoorbeeld in het Frans of een andere taal nodig hebt, maar daar kan je misschien lokale mensen ook op zetten. Maar er zijn ook genoeg bronnen die in meer dan genoeg talen beschikbaar zijn. Ik heb hier rechts een bron beschikbaar gesteld. Dat heet COVID Capital. En het gaat erom dat ten tijde van COVID er heel veel organisaties nu zijn, charities, die geld en andere middelen beschikbaar willen stellen aan lokale organisaties, lokale sociale ondernemingen, om zeg maar niet alleen te overleven, maar iets te kunnen doen waar de gemeenschap iets aan kan hebben. En nou, dat soort kennisbronnen of fundingbronnen is ook goed om met elkaar te delen. Dus dat voorbeeld is misschien ook interessant om te gebruiken. Volgende slide graag. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven waar je aan kunt denken als het gaat om de context van ontwikkelingssamenwerking, social media gebruik. Maar een belangrijk aandachtspunt is ook om goed te weten wat de stand van zaken is als het gaat om internet, wet en regelgeving in het land waar je als organisatie actief bent. En of daar bijvoorbeeld een internetbelasting geheven wordt of er bijvoorbeeld ook een licentiefee gebetaald moet worden door organisaties die nieuwsvoorziening uitoefenen op internet en social media, want dat kost geld. En het kan zijn dat je als organisatie daar misschien ook wat middelen voor vrij moet maken, zodat de lokale medewerkers, de lokale organisaties en teams met wie je samenwerkt, zeg maar voldoende middelen hebben. Ook belangrijk is om goed te kijken hoe het staat met connectiviteit. Met name in de landelijke gebieden op het platteland is dat altijd een uitdaging. In de steden zal dat altijd wel iets beter zijn. We hebben gezien dat in gebieden waar politiek onrust is, er wat vaker een internet shutdown plaatsvindt. En dus dat samenwerken soms wat bemoeilijkt wordt. Zeker ten tijde van COVID is dit iets wat je vaker ziet gebeuren in allerlei landen. En het is belangrijk om daar ook rekening mee te houden. Dus dat dan lokaal de kennis aanwezig is en dat men verder kan werken, ook als de verbinding er even niet is. Ik zit hier in algemeenheden te vertellen, terwijl het per land misschien anders is. Maar daar kan ik wel specifieker antwoord op geven, ook in de vraag-antwoord of achteraf als wij de vragen verzameld hebben. Volgende slide graag. Samenvattend is mijn verhaal eigenlijk, social media is niet per se een toverstaf, dat wil ik ook absoluut niet zeggen, maar het biedt wel mogelijkheden. Je kan er altijd meer mee dan je nu misschien gedacht hebt. En daarbij ook wel aangeven, doe wat je aan kunt als organisatie. Niet iedere organisatie is op dit punt zeg maar in staat om alles te doen of heel veel daarin te doen, maar doe het met stapjes. En kijk waar het effectief kan zijn voor de organisatiedoelstellingen. En als het gaat om die organisatiedoelstellingen, dan heeft social media een eigenschap wat daar heel goed op aansluit. Social gaat over samenwerken en samen zijn. Media gaat over het communiceren van hier met daar, of hoe je dat ook wilt formuleren. Maar om die verbinding te leggen tussen lokaal en interlokaal. En daarom is mijn advies om toch dat ook te kijken hoe social media als tool transformerend kan werken en dus digitale middelen ingezet te worden om transformerend te zijn voor jouw organisatie. En hierbij wil ik het even laten. Bedankt voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? Hebben we daar nog even tijd voor? Oh, ik kan nog even aanstippen. Ik heb hier een aantal bronnen op een rij gezet die klikbaar zijn in de presentatie. Het gaat om We Are Social, waar ik net de slide van liet zien van het gebruik van social media. Global Voices en Rest of World zijn zeg maar een soort platformen waar heel veel nieuws staat over niet alleen maar westerse landen. En last but not least, dat is een beetje reclame voor mezelf. Dat is de Social Media for Development Facebook groep waar ik de afgelopen 7, 8 jaar heel regelmatig nieuws post op allerlei onderwerpen van internet en social media gebruik in allerlei landen in de wereld. Ik sta er altijd voor open om te zeggen, je kunt leren van ieder land, dus ik post ook van ieder land wat, zodat we daardoor ook geïnspireerd raken. Zijn er nog vragen?
En hoeveel tijd heb ik om een paar vragen te beantwoorden, Gonneke? Anand, ik heb twee vragen voor je. Okay. De eerste is van Sandra. Hoe achterhaal je wat de lokale regelgeving is naast online kranten, social media en lokale charities? Ja, er zijn meerdere platformen. Het is niet zo dat ik kan zeggen dat staat er op één. Access Now is een website waar ik ook heel veel kijk. Word ook lid van mijn social media for development groep en zoek dan gewoon op het land. Want ik post echt van ongeveer elk land wel wat. En We Are Social is echt een heel goede bron om te beginnen. Heb ik daarmee iets meer gezegd? Ja. De specifieke wet en regelgeving, dat wordt dan op zo'n website als Access Now bijvoorbeeld veel meer uitgelegd. Of Keep It On is er ook een. Waar dan per land landenrapporten verschijnen. Ik kan hierbij ook vertellen dat ik op dit moment ook actief ben in een project wat 10 Afrikaanse landen gaat bestrijken om te kijken naar de situatie van internet en social media en de digitale rechten. En dat gaan wij ergens volgend jaar, na het eerste kwartaal van volgend jaar, publiceren. Op dat moment, als ik dat heb, zal ik dat zeker ook in de Facebookgroep publiek maken. Oké, dankjewel. Ik heb nog één andere vraag van Albert Diener van de Hulsbeek. Hij zegt ten eerste, dankjewel, interessant verhaal. En ten tweede, heb je ook ervaring met digitaal onderwijs in Oost-Afrika? Er zijn verschillende dingen. Een van de grappigste dingen die ik daarbij bij digitaal onderwijs onderken, pedagogiek is nog steeds het belangrijkste. Niet de tool, de techniek. En dat zie ik eigenlijk ook in Nederland, nu ik terug moet schakelen, gedwongen door corona, om ineens van face-to-face onderwijs over te gaan naar online. We hebben misschien beter internet hier, maar je hoort studenten klagen over de kwaliteit van het onderwijs. En daar wil ik toch meteen ook een punt maken. Alles staat en valt met de pedagogiek. Wat wij bedacht hebben. Wat willen wij zeggen? Wat willen we doen? Welke interacties zoeken wij? Wat willen we dat studenten leerlingen leren? Dus zelfs met een tool als een mobiele telefoon waar je alleen maar tekstberichten kunt hebben, kan je veel bereiken. Daar zijn genoeg voorbeelden van content gemaakt voor sms. Dus dat je ook niet heel veel data hoeft te versturen. En ook applicaties om online onderwijs te geven. Ik kan een voorbeeld later sturen. Iemand in mijn netwerk is daar zeer actief mee geweest. En ik kan haar materiaal hierover ook toesturen naar jullie, dat gedeeld wordt. Maar waar ik vooral op wil wijzen is, het is niet alleen de tool. Het gaat vooral om de onderwijsfilosofie. Wat wil ik doen? En wat daarvan wil ik dan via die sms-berichten doorgeven of via content wat ook in een smartphone te zien is? En wat doe ik pedagogisch daarmee? Laat ik mensen samenwerken? Laat ik cursisten, studenten iets ontdekken? Zelf leren? Wat is mijn filosofie daarbij en past dat daarbij? Oké, dankjewel. Ik heb op dit moment geen vragen meer voor jou. Albertine zegt meteen dankjewel. Zeer geïnteresseerd in het materiaal. Ik zal dat later toesturen. Mooi zo. En iedereen kan het ook live of kan het ook terugkijken, hè, deze presentaties. Dat werd ook gevraagd door een van de deelnemers. En ik kijk inmiddels naar Paul en ik zie dat Paul klaar staat. Dus ik rond af en Paul neemt over. Dankjewel. Succes, Paul. Dankjewel. Ben ik verstaanbaar? Je bent verstaanbaar. En ook te zien? Nee, dat nog niet te zien. Dat niet. Nee, maar ik kan je sowieso niet zien, want je bent deelnemer. Oké. Okay. Dus, excuses daarvoor. Ik ga naar jou op een stuk van de. Terug naar jouw stuk van de presentatie. Sorry. Eén moment hoor. Ja. Even dus. Presentatie weer aanzetten. Daar is die weer. Helemaal goed. Als ik goed verstaanbaar ben, dan begin ik met presentatie. Laten we verder gaan naar de eerste slide. Ja, sorry dames en heren.
zelfs in tijden van digitale transformatie kunnen er dingen misgaan. En het horrorscenario trad in, doordat mijn internetverbinding, mijn wifi eruit knalde. Ik probeer nu via 4G-verbinding, via mijn telefoon, alsnog mijn presentatie te doen. En ik hoop dat ik daarbij goed te verstaan ben. Betekent wel dat ik dat ik de presentatie niet kan aansturen. Maar dat zal Ernst Jan voor mij doen. En dan kunnen we wat mij betreft naar de eerste slide. Ik zie dat hij eventjes blijft hangen. Nee, ik krijg hem niet, goed gestart. Even kijken hoor. Ik doe hem, deel hem opnieuw. Zo. Er gaat iets niet helemaal zoals het wordt. Ik doe het maar even zo. Ja, helemaal goed. Nou, we waren volgens mij, Ernst-Jan, misschien kun jij mij bijvallen, waar viel ik weg? Was dat bij het stukje over wat digitalisering hadden we al gehad? Hier op het hier viel je weg. Ja. Bij deze slide. Nou, ik heb net verteld, klein half uurtje geleden, wat digitalisering is. Dat is dus het overstappen van naar digitale informatie. Dus communiceer je eerst per post en heb je een e-mailadres, dan hebben we het over digitalisering. Maar dan hebben we het nog niet over digitale transformatie. En om het fenomeen digitale transformatie uit te leggen, heb ik toch een mondvol woorden nodig. En ik lees het ook even voor vanaf de slide. Digitale transformatie is een fundamenteel nieuwe benadering van klantervaring, bedrijfsmodellen en processen. Het gaat om het vinden van nieuwe, ik kan het bijna niet lezen, manieren om meerwaarde te creëren, omzet te genereren en efficiëntie te verbeteren. En bedrijven gebruiken daarvoor innovatieve technologieën. Het is belangrijk dus om te benadrukken dat digitale transformatie gaat niet puur om de technologie, maar eigenlijk om het hele ecosysteem eromheen. Dus als je digitale transformeren bent, dan heeft dat ook gevolgen voor de werkvloer, hoe de organisatie heeft ingericht. Het heeft ook gevolgen voor de bedrijfstak in zijn algemeenheid en over verdienmodellen. Het klinkt misschien nog wat abstract, maar daarvoor wil ik graag naar de volgende slide. Een duidelijk voorbeeld om dit te illustreren. Dat is Tesla. En waarom is Tesla nou een mooi voorbeeld van digitale transformatie? Nou ja, Tesla is niet zomaar een autofabrikant. Hè? Als je misschien als buitenstaande ziet, dan denk je, oh, Tesla maakt elektrische auto's. Maar wat maakt nou Tesla echt dat ze aan digitale transformatie doen? Nou, ten eerste, zij willen natuurlijk een energietransitie veroorzaken door elektrische auto's te rijden. Dat is al wat er nieuw aan is. Maar wat het bijzonder maakt, is dat uiteindelijk Tesla naar zelfrijdende auto's toe wil. En wat gebeurt er nu? Zoals je weet, de Tesla is nog in zelfrijdende auto's. Er rijden mensen in die auto's. Maar het zijn eigenlijk een soort van zelfrijdende computers. Want alle data die in die auto's van Tesla, die worden opgeslagen, zodat Tesla uiteindelijk toe kan naar de zelfrijdende auto. Mobiliteit staat dus voorop bij Tesla en niet het verkopen van zoveel mogelijk auto's. Dat maakt Tesla echt een digital transformer. Breng maar tot de volgende slide. Ja, hier staat eigenlijk op de fases die een bedrijf doorlopen van in welk digitale stadium ze zich verbinden. En je ziet dat heel veel bedrijven bevinden zich in het stadium van digitaal doen. Dus mensen starten digitale projecten op. Mensen gaan online werken. Mensen maken een app, maken vernieuwde websites. Maar het digitaal doen, zeg maar zonder je bedrijfsmodel aan te passen, zonder de manier van werken aan te passen, dan ben je nog geen digitale transformer. Dan doe je alleen digitaal. En uiteindelijk wil je aan de andere kant van het spectrum zitten. Dan word je digitaal en uiteindelijk ben je digitaal. En dat betekent dus ook dat je je verdienmodel wezenlijk anders inricht, dat de manier van werken binnen een organisatie ook anders wordt. Dus de technologie heeft daarin een faciliterende rol, een hele faciliterende rol, maar het staat niet per se voorop. Breng me tot de volgende slide.
Ja, en toen kwam corona. Dus heel veel bedrijven zitten natuurlijk in die fase van digitaal doen. Maar wat nu? Door corona, en dat brengt me ook tot de volgende slide, is het proces van digitale transformatie in een stroomversnelling gekomen. Ja, we zien het al, hè? Internet is onze beste vriend geworden in tijden van social distancing. Dat is de reden ook dat ik nu hier op mijn zolderkamer zit met een gebrekkige internetverbinding. En dat we elkaar niet ontmoeten in een zaal. Dat is ook natuurlijk ook deels noodgedwongen. En als we naar de volgende slide zien, zie je eigenlijk drie trends die zijn ontstaan door corona. Ene is een hele duidelijke, thuiswerken. Nou, het is afgelopen week nog aangekondigd door premier Rutte. Werk zoveel mogelijk thuis als het kan. En je ziet ook dat de interactie met de klant, en dat dit proces is natuurlijk al ingegaan, dat ze veel meer aan het verplaatsen is van de virtuele, van de fysieke wereld naar de virtuele wereld. En ook kunnen bedrijven minder geld uitgeven door verminderde inkomsten. En dat betekent ook dat ze kritisch daardoor moeten kijken naar hun eigen verdienmodel. Dus eigenlijk zijn we in een soort van tijdmachine gestapt. En nu ben ik benieuwd, en even naar de volgende slide. Met hoeveel jaar denkt u dat door corona het proces van digitale transformatie is versneld? Is dat 1 jaar, is dat 5 jaar of is dat 10 jaar? En we gaan even kijken of het technisch mogelijk is om naar de poll te gaan. Sorry Paul, dat is niet mogelijk. Oké, nou dan slaan we de poll. Kijk, dat is ons wel mogelijk. Wat goed. Het is wel mogelijk. Nou, ik heb niks gezegd. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan antwoorden. Je komt op het balkje te klikken voor het antwoord dat je denkt dat het juist is. Jullie kunnen... En... Even kijken, ik kan niet zien, misschien Ernst-Jan, kun jij zien wat de uitkomst is? Nou, er heeft nog maar één iemand gestemd. Dus oh, oké. Okay. Heren, ik had toch gelijk, ik krijg een seintje van onze grote organisator. De poll, daar is wat mee aan de hand. Niet alleen met dit webinar, maar bij alle webinars die vandaag gegeven worden. En de antwoorden kunnen via de Q&A gegeven worden, niet via de poll. Oké, dan wacht ik heel even de Q&A af. Ja, dus als mensen in de Q&A hun antwoord willen geven, dan kunnen wij zien wat jullie denken. En misschien, Paul, kan je de vraag dan nog een keer stellen? Ja, nou, de vraag is, met hoeveel jaar is het proces van digitale transformatie versneld door corona? Nou, ik geef nog even de tijd, maar ik zie nu antwoorden binnenkomen in de Q&A. Ja. Dus als we nog even tijd geven, dan... Nou, de grootste gedeelte van de mensen zeggen 10 jaar. Ja. Er zijn een enkeling die zegt 5 jaar. Oké, nou ja, goed... Als het 10 jaar was geweest, dat is iets optimistisch, dan had ik waarschijnlijk in de vorm van een hologram in jullie huiskamer gestaan of zolderkamer. Dat is nog niet het geval. Het is 5 jaar. Maar dit onderzoek, gedaan door McKinsey, Amerikaans onderzoeksbureau, dateert nog van afgelopen zomer. En we zitten natuurlijk nog midden in de coronacrisis. Dus wellicht gaat die digitale transformatie nog veel sneller, omdat we de komende maanden nog geconfronteerd zijn met deze crisis. Breng me tot de volgende slide. En kijk, we weten in ieder geval dat de coronacrisis een hoop onzekerheid met zich mee gaat brengen. Er wordt al gesproken over de grootste economische krimp ooit. Maar wat de gevolgen zijn, we weten het gewoon niet. We zitten er nog middenin. We weten dat er banen verloren gaan. We weten dat bedrijven gaan omvallen. Maar hoeveel dat er zijn, dat weten we misschien pas nadat de deze crisis voorbij is. En misschien mogelijk pas jaren later. Als we dan gaan naar de volgende slide. Ik wil het nog niet heel pessimistisch worden. Want dit is deze man herkennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Dat is Winston Churchill, de Britse leider, de tijden van de Tweede Wereldoorlog en ook vlak daarna. En hij sprak de woorden:
toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Never waste a good crisis. En wat bedoelde hij daar eigenlijk mee? Nou, dat je ook lering kunt trekken uit een crisis. En dat een crisis ook een mooi moment vormt om dingen anders te doen. Nou, met deze woorden in het achterhoofd is het interessant om te kijken naar onze vorige crisis, namelijk de kredietcrisis van 2008. Ja, en wat hebben we toen gezien? We hebben toen gezien, in de crisis van 2008, dat een heel nieuw type bedrijf haar intrede heeft gedaan. De platformeconomie, waarbij vraag en aanbod samen worden gebracht door een bepaald algoritme. En bekende voorbeelden daarvan is natuurlijk Uber. En een ander voorbeeld dat hier niet bij staat is Airbnb. Grappig verhaal trouwens. Airbnb, dat liep in het begin helemaal niet. Het bedrijf werd opgericht in 2007. Maar toen brak de bankencrisis uit. En tijdens de bankencrisis verloren bankiers verloren hun baan. En bleven achter met dure appartementen. En Airbnb hielp die bankiers om hun appartementen te verhuren. En zo is Airbnb tot bloei gekomen. Ja, het ironische is wel een beetje dat Airbnb nu zelf in zwaar verweer verkeert, omdat door alle reisbeperkingen die er zijn en omdat minstens mensen naar congressen staan, er veel minder huizen worden verhuurd. Dat brengt me tot de volgende slide. En ja, het zal u waarschijnlijk niet verbazen. Wie profiteerde in deze coronacrisis? Dat zijn natuurlijk de techbedrijven. De Big Five worden ze ook al genoemd. Amazon, Microsoft, Facebook, Google en Apple. Zij lijden nauwelijks onder de coronacrisis. En hoe komt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hoe meer wij in huis zitten, in dit geval een beetje noodgedwongen, hoe meer we naar onze laptop grijpen, hoe meer naar onze telefoon grijpen. Nu wil ik eigenlijk een sprongetje maken naar digitale innovatie. Want we hebben nu in de afgelopen slides lag de nadruk een beetje op techbedrijven. Maar er zijn natuurlijk ook wel de gevestigde orde. En het bedrijf die ik tot de gevestigde orde reken is Nike. En Nike moet natuurlijk ook met zijn tijd mee. En wat heeft Nike nou gedaan? Nou, ze hebben heel slim een app op de markt gebracht waar je zeg maar een digitale footprint kan maken. Zodat je de juiste maat schoenen krijgt opgestuurd. U kent misschien allemaal wel Zalando, de webshop waarbij je kleren en schoenen kunt bestellen. En het probleem wat heel vaak voorkomt is dat mensen op de gok een schoen bestellen in een bepaalde maat, maar dat het niet klopt. Schoenen moeten worden teruggestuurd en dat kost een bedrijf heel veel geld. Nou ja, door dit soort innovaties wordt eigenlijk kostenderving tegengegaan. Een ander voorbeeld op de volgende slide is IKEA. IKEA heeft natuurlijk ook te maken met webshops en concurrentie daarvan. En om die concurrentie te proberen voor te blijven, hebben ze nu een app geïntroduceerd waarbij je huis kan inrichten door middel van augmented reality. Dus deze stoel kun je dan in je kamer zetten en dan heb je meteen een idee, oh, als ik die in mijn huis zet, hoe ziet dat eruit? En met dit soort slimme innovaties proberen ook gevestigde bedrijven bij te blijven, zeg maar. Nou, dan is het natuurlijk ook interessant te kijken hoe ver bent u als bedrijf, als stichting of als particulier initiatief. Ik heb even het innovatiemodel van Rogers erbij gepakt. En dit model legt eigenlijk uit welke fase een idee of product, het levenscyclus van een nieuw idee of product. Goed voorbeeld is bijvoorbeeld de smartphone. Die is denk ik toch alweer een kleine 20 jaar geleden uitgebracht. En ja, in het begin werd dat door een heel klein groepje werd gedacht, oh, dit vinden wij heel gaaf, dit willen we hebben. En dat wordt dan de innovators genoemd. Dat is vaak 2,5%. Daar vlak achteraan volgt een groep early adopters. En de early adopters, die zijn ook redelijk in de voorhoede van als er een nieuw product komt, van laten we eens kijken wat het is. Vervolgens komt er zo'n middenmoot, die kijkt een klein beetje kat uit de boom, van nou ja, laat ik dan ook maar een smartphone aanschaffen. En een klein gedeelte, 16%, dat zijn meer de wat conservatiever. Ja, het woord laggards is zeg maar achterblijvers. Daar reken ik het eigenlijk een beetje mijn eigen vader toe, die tot 2 jaar geleden zei van, nou ja, ik wil geen smartphone. Maar ja, hij wil natuurlijk uiteindelijk ook in contact blijven
met zijn zoons en kleinzoon. Dus uiteindelijk is mijn vader ook aan de smartphone gegaan. En uiteindelijk zul je zien dat hij hem ook veel gebruikt. Dus dat is een beetje de levenscyclus van een product. Als we dan naar de volgende slide gaan. En ik heb het innovatiemodel van Rogers proberen te vertalen. Dan ben ik benieuwd waar u staat als POI. En ik heb het in de volgende slide kunt u zien hoe ik het innovatiemodel van Rogers heb onderverdeeld. Even wachten. De volgende slide te zien krijgen. Ja. Het is geen disqualificatie. Ik heb even de letterlijke vertaling van Laggard genomen. Dat is achterblijven. Het is niet negatief bedoeld. Maar het is meer het stadium waarin je dan bevindt. Als je nog een achterblijver bent, dan heb je een website oude stijl. Ik zal zo laten zien wat het is. Dan communiceer nog met je achterban via de post. Of je voegt een pdfje toe in een e-mail. En dat is dan je nieuwsbrief. De groep Mindermotor heeft dan al wat professioneler website. Maakt ook gebruik van de e-mail provider. Mailchimp is daar een voorbeeld van. Dan kunt u bijvoorbeeld zeggen beste Paul. En dan kun je door middel van kopjes te maken, kun je zien op welke onderwerpen mensen klikken. Hoe vaak ze daarop klikken. Dat levert hele waardevolle inzichten op van wie uw meest trouwe volgers zijn. De meeste stichtingen zijn ook wel actief op social media. En ik zie ook wel voorbij komen toch wel vaak een donatiemodule. En wanneer ben je nou echt innovator? Nou, als je echt werkelijk iets anders doet dan de rest. En ik wil daar zo meteen een voorbeeld van aanhalen. En dat is het voorbeeld van de Digital Marketplace. Nou, dan volgende slide. Heb ik even wat voorbeelden. Wil ik even wat voorbeelden laten zien. Allereerst, dit is een voorbeeld van website Oude Stijl. Mensen die online informatie tot zich nemen, zijn toch wel heel erg visueel gericht. Dit is vrij veel tekst. Het lijkt een klein beetje op een beleidsdocument, maar in werkelijkheid zit het op de donatiepagina. Maar om een donatie te doen, moet je helemaal naar beneden scrollen. Je ziet het hier rechts, rood omcirkeld, en daar ziet u een rekeningnummer staan. Maar er staat niet bij waarom te doneren, hoeveel er gedoneerd moet worden en wat er met het geld gedaan kan worden. Als we dan naar de volgende slide gaan, wil ik ook nog even laten zien hoe een nieuwsbrief eruit ziet. Nou, dit is een nieuwsbrief van Project Flores. En daar zie je ook best wel veel tekst. En nou ja, prima, als uw achterban graag een papieren nieuwsbrief ontvangt, dan is daar op zich niks mis mee. Maar wat ik zei, het jammere van een papieren nieuwsbrief is, of een pdf, is dat je er niet op kan klikken. Dus je kan niet zien hoe goed de nieuwsbrief eigenlijk wordt gelezen. Of waar mensen in zijn geïnteresseerd. Of hoe vaak er wordt gedoneerd. Een voorbeeld van een website die ik er mooi uit vind zien van de stichting is van KidsCare. Als het goed is, komt deze op de volgende slide. Ja. En er staat op, als je een goed doel bent of een stichting, dan wil je ook vanuit een bepaalde emotie communiceren. En dat is hier heel duidelijk. Een kindje lachend op de achtergrond, dat pakt je al meteen. Het staat heel duidelijk waar deze organisatie voor staat. Alle kinderen verdienen een gezin, met daaronder een korte toelichting. En een duidelijke donatiebutton ook in het groen uitgelicht. Waardoor de trigger om te doneren groter wordt. Klik je dan op die button, dan kom je op de volgende slide. En op de volgende slide kun je zien hoe zo'n donatieformulier er dan uitziet. Links heel keurig de velden die je moet invullen. En dat ziet er op zich prima uit. Maar ik wil nog een donatieformulier wat nieuwere stijl laten zien. Dit is een voorbeeld van Giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. En daar zie je bepaalde dat je 3 stappen moet doorlopen voordat je donatie doet. En door de velden in stukjes te hakken, lijkt het eigenlijk of je veel minder hoeft in te vullen. Wat hier ook sterk aan is, is dat je zeg maar een geefbedrag, hè, je doet een suggestie van wat mensen kunnen geven en wat je daarvoor kunt steunen. Ik kan het even niet goed lezen, maar volgens mij kun je iets van beddengoed of zoiets dergelijks als je €50 doneert. Maar sorry, ik kan het niet helemaal goed lezen vanaf hier. Ja, en wat is voor mijn ogen echt een schoolvoorbeeld van een mooi, van een digitale transformatie of een goed doel dat echt innoveert? Dat is voor mij Just Dig It. En Just Dig It heeft als motto
als we de wereld kunnen opwarmen, kunnen we het ook laten afkoelen. Kunnen we hem ook laten afkoelen. En ik kan er nog veel meer over vertellen, maar ik laat jullie graag het volgende filmpje zien. Zodat u zelf indruk krijgt hoe dit goede doel opereert. How can technology help to empower a good cause? Just Dig It is a foundation that jumpstarts large-scale landscape restoration projects by retaining rainwater for vegetation and preventing erosion, flooding, and land degradation, thereby creating local benefits for communities and the environment. Just Dig It asked DEPT how technology could help them achieve their goals. A strategic and design sprint resulted in the concept for a digital marketplace. How can technology help to empower a good cause? Just Dig It is a foundation that jumpstarts large-scale landscape restoration projects by retaining rainwater for vegetation and preventing erosion, flooding, and land degradation, thereby creating local benefits for communities and the environment. Just Dig It asked DEPT how technology could help them achieve their goals. A strategic and design sprint resulted in the concept for a digital marketplace where donors and local farmers are directly connected. The mechanism is simple. A donor transfers funds into a digital wallet. The farmer digs a bund and takes a picture of it. Once the work is approved by a fundee, a trained local, a fixed fee is transferred to the farmer's wallet. This cuts out the middleman, creating a more efficient and transparent cash flow, as well as the possibility of scaling up the concept worldwide. In developing the app, the team faced unique challenges, like preventing fraud and maintaining a healthy balance between donations and a farmer's capacity. A small team from DEPT and Just Dig It went to Tanzania to test the prototype. There, they faced even more challenges, like the farmer's inexperience with smartphones, failing internet connections, and language barriers. But people were eager to learn how the digital marketplace worked. The beta version of the app now covers 80 hectares of land. Next year, it'll cover an area half the size of the Netherlands. Using digital technology, Just Dig It and DEPT created a unique platform that will make a substantial contribution to a better, greener world. By not only enabling locals, but also making a profit, it's the perfect example of healthy, sustainable business. Ik hoop dat het voorbeeld van Just Dig It u een goed beeld geeft van hoe innovatief goede doelen te werk kunnen gaan. Je ziet dat eigenlijk de boeren in Afrikaanse landen gebruik maken van ouderwetse landbouwtechnieken, maar dat dat wordt gekoppeld aan vooruitstrevende technologie. En even kijken. Make a cooler planet. We all know water is life. But in some places, our soil is so barren that rain can't enter. What if with a little kickstart from human interventions by just digging holes? Ja, en wat maakt Just Dig It juist zo bijzonder? Nou, het is de eerste digital marketplace in de wereld van NGO's. Dus de donateur en de beneficiënt die de hulp krijgen staan rechtstreeks met elkaar in contact. Dus hier wordt heel erg het cutting out the middleman principe gehanteerd. Wat je ook ziet bij platformen als Airbnb en Uber. Wat ook erg belangrijk is, dat je kan dus, doordat je rechtstreeks met de boer in Afrika in contact staat, dat je veel meer overzicht hebt en veel meer zicht hebt op je donatie. Dus het is meer sprake van een transparante cashflow. En technologie zorgt in deze ook voor empowerment. Want doordat boeren hun land kunnen vergroenen en daardoor geld kunnen krijgen, kunnen ze hun gewassen weer tot leven brengen. En kunnen ze ook wat komt er geld binnen waarmee ze bijvoorbeeld ook weer een kinderen naar school krijgen. Erg mooi voorbeeld. Nou, dat brengt mij tot het einde van deze presentatie. Ik wil jullie nog 3 dingen meegeven. Het zal je niet verwonderen, maar digitale transformatie is in een stroomversnelling gekomen door de coronacrisis. Houd in het achterhoofd dat het gebruik van digitale middelen geen doel op zich moet zijn. Maar bedenk wel hoe digitale innovatie u zou kunnen helpen bij het behalen van een doelstelling. Dit was het wat mijn kant. Ik hoop dat het ondanks de chaotische start en de technische mankementjes toch nog te volgen was. En ik zie hier dat er nog ruimte is voor 1 vraag.
Ja, Paul, ik heb één vraag van Sandra. Hoe kan je een digitale marktplaats integreren zonder hoge implementatiekosten? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, ja, er komt toch wel wat techniek bij kijken. Ik weet niet uit mijn hoofd of er al een soort van, noem het maar een soort van templates zijn beschikbaar die dit, of open source software die dit mogelijk maken. Je zal altijd wel met dat ontwikkelingskosten te maken hebben. En dat, ik denk wel, zeker omdat het nu nog een beetje in de kinderschoenen staat, dat je toch wel, dat je nog met hoge ontwikkelingskosten te maken hebt, omdat het relatief nieuw is. Dus is het goedkoop? Nee. Maar ik denk wel dat we hier steeds meer naartoe gaan. Volgens mij is de digital marketplace, is het uiteindelijk 70% van de bedrijven die, zeg maar, met klanten werken, die op deze manier te werk zullen gaan. Dus ik denk dat dat nu duur is. Maar zodra dit steeds meer een beproefde concept wordt, dat de kosten wel zullen dalen. Maar dat zal denk ik nu nog niet het geval zijn. Oké, dankjewel. Duidelijk. Er zijn verder geen vragen meer. Oké. Goed, dan wil ik bij deze een ieder bedanken voor de aanwezigheid en voor alle geduld die jullie hebben opgebracht om aan dit seminar deel te nemen. Het ging niet helemaal vlekkeloos, maar dat is in de digitale wereld nou eenmaal een uitdaging op zich. Dank jullie wel allemaal voor jullie aanwezigheid. Tot ziens allemaal. De broadcast.